We gaan ons opmaken voor de tweede Nederlander. De man uit Nooddorp. 27 jaar oud. Ook uit het shorttrack rijden afkomstig. Menno Boelsma. Kan een prachtige bocht lopen. Daar is hij. Hij rijdt tegen een West-Duitser, Hans-Peter Oberhuber. Hij is in principe sneller dan de Duitser. Het persoonlijke record van Menno Boelsma is 37-40. Dat van Oberhuber 37-76. Die binnenbocht moet voor Menno geen probleem zijn. Hier komen ze daar goed weg met de start, denk ik. Menno met die vinnige slag. Hij zou iets meer moeten gaan glijden. Dat gaat hij nu doen. En hij opent in 9. Nou, zeg maar 10 rond. Menno Boelsma in 10-0-0. Oberhuber heeft hij nu te pakken. Nou zou hij moeten gaan schaatsen. Die slag gaan verlengen. Ga daar naartoe, Menno. Zet aan voor die binnenbocht. Hij heeft Oberhuber te pakken. En nu, tik, tik. Mooie overstap, hand erbij. Oei. Maar dat kan niet. En nu doorschaatsen, nu doorschaatsen. Doortrekken, 36-45, dun te kloppen tijd. Daar komt hij niet aan. Hij gaat in de 37 rijden. Het wordt 37-52, de tiende tijd voor Menno Boelsma. Ik had hem graag wat sneller willen zien. Ik denk dat het toch even dat haperen in die bocht was. 37-73 is de eindtijd voor Hans-Peter Oberhuber. Jammer van die afwijking in die bocht, waardoor hij bij moest gaan sturen met de hand. Ik had hem dat graag beter zien lopen. Dat kan die ook. Maar goed, 37-52. Dus geen persoonlijk record.